De watertappunten in Nijmegen zijn de afgelopen week door verschillende kunstenaars voorzien van street art. Initiatiefneemster Marianna Bakker hoopt op deze manier dat mensen de tappunten beter herkennen en voortaan met een hervulbare fles water tappen. Op de Grote Markt werd het Tap Art initiatief gevierd met een wandeling langs alle watertappunten. Dan ga ik proberen of ik met kunst de tappunten beter kan laten opvallen. Dan heb ik kleurrijkheid en de tappunten vallen beter op. Als mensen nou meer hervulbare flessen gaan gebruiken, dan kan dat in een stad als Nijmegen, zou dat op jaarbasis wel zo'n 100.000 stuks plastic afval kunnen schelen, doordat je een hervulbare fles gebruikt en dus dan niet een flesje water koopt. Ik werk altijd best veel met lijmwerk, eigenlijk heel veel lijmwerk, dus ik probeerde wel gelijk daarmee iets een link te leggen. Dus zodoende kun je water wel weergeven met lijmwerk. En dus dat was eigenlijk al vrij snel duidelijk. En ik hoop dat nu mensen zeggen van, oh, wij spreken af bij de roze olifant. Of, oh, wij spreken af bij de waterclown. Dus ik hoop dat dat nog een extra functie gaat krijgen. Dat mensen een herkenbaar punt hebben waar ze kunnen afspreken.